Weet u wat ik zo vreselijk vind? Ja, dat u potentiële angsten bij het Nederlandse volk tegen vreemdelingen exploiteert. Weet u wat u doet met dit debat? Exploiteert om die boekjes, die overigens nog voor geen gulden informatie bevatten, om dat te verkopen. Ja, wat ik probeer met mijn boek... U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Marcel van Dam is bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Er worden mij een aantal uitspraken ten laste gelegd, zeg maar. Die herken ik helemaal niet, heb ik nooit gedaan. Nee, maar u heeft... Zullen we eens even kijken naar die uitspraken die u dan gedaan zou hebben? U zou Fortuyn een onvervalste anti-islamiet hebben genoemd en een buitengewoon minderwaardig mens. Ja. Heeft u die uitspraken gedaan? Dat laatste niet. Het is mij volslagen raadsel waar dat vandaan komt. Ja, uit de Lagerhuis-uitzending volgens de advocaat. Ik heb in de veronderstelling dat ik mijn geheugen totaal verloren was, toch voor de zekerheid nog even, want zo'n uitspraak, die vergeet je natuurlijk niet. En dat zou ik ook nooit doen. Ik heb voor de zekerheid nog even de hele redactie laten afbellen. Niemand kan zich herinneren dat ik ook maar iets van die aard ooit gezegd heb. Laat staan in de uitzending. Dank u wel, meneer Van Dam. Graag gedaan.